Yo, goed te kijken, dit is een gloednieuwe video van Warzone. Ja, want dit is weer een Warzone highlight video. Ik heb nu niet echt. Ik heb meer, ik had door de week uitgeknipt worden. Maar ik had door de week wel mijn Fortnite gedaan. Kom, gewoon even arena gegrind. Ik ga dat af en toe soms nog wel streamen. Ik denk vooral aan de middag, als ik tijd heb in de middag, ik weet niet. Deze middag zal het schijnbaar niet zijn, want ik moet, terwijl ik heb dan nog de livestream video wat ik moet maken. Ik heb, hoe heet het, wat video voor EG eSport wat ik moet maken, montage en een, ik ga ook even een andere video maken. Dat is de Unite Bot, terwijl hoe connect je nu eigenlijk, ja, je, hoe moet ik het zeggen, je, ja, niet je Discord, in ieder geval, hoe link je je Epic met de Unite Bot? Zodat je gewoon dat zo kan spelen. Dus dat, die moet ik even maken, want die, ja, daar had ik elke keer aan gedacht. Ik ga hem vandaag maken, alleen, komt er niet van. Workouts, sowieso een beetje doen, ja. Dat is ook wel belangrijk, dat je een beetje goede vorm hebt. Dus ik denk dat ik daar vandaag niet echt aan kom. Ik heb het gewoon best wel redelijk druk. En we moeten nog buiten opruimen van gisteravond. En van die barbecue. Echt. Het is één puinbend trouwens. Terwijl verschillende dingen heel los. De mensen op mijn voorhoofd in zou kunnen het zien. Maar daar niet te lang over. We gaan gewoon even hebben over de Warzone highlights die ik wel heb. We hebben geen win gehaald. Ik had wel gespeeld met een nieuw iemand waar ik redelijk goed mee speel. In ieder geval, hij is van Tsjechië. Dus ik hoor die ook echt overduidelijk goed. Dat vind ik echt waanzinnig. Want meestal hoor je van die mensen soms een beetje minder met de Engels en dan meer. Dus met hem hoor ik echt goed. Dus dat is ook wel één goed ding. En ik heb een nieuwe loadout. Ik heb de Farah 83. Ja. Dat is een van mijn nieuwe loadouts. Met de QPZ. Wel, dat is ook zo'n wapen. Ik dacht, hey, die is wel fijn. Zo in de game. Zonder loadout. Dus ik ga die een beetje mijn eigen maken. En dan gaan we daar ook mee spelen. Dan is die voor kort bij en die Farah. Heeft zo'n long range scope. Dus die kan ik veel ver af gebruiken. Dus dat is één ding. Alleen ik had pomp gespeeld met de Mac 10. Ja, dat maakt niet heel veel uit. Alleen die Mac 10 is ook al omlaag gegaan. En de VAR, ik wilde QBZ niet. Dus dat is één ding. Wat ik te zeggen heb over de Warzone highlights video. En we gaan gewoon nu naar de highlights. En letten. I have a weapon. Yep.
I'll take the wheel. No. Maybe camp. What's next? Eyes on target. He sits in the tower. I'll take the wheel. UAV is bingo. RTV for resupply. No, I have my mech then. I have. Enemy UAV overhead. And be careful. I have people. Maybe. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead.